ik word er heel blij van om te sporten. En als ik niet sport, dan merk ik echt dat ik echt heel chagrijnig kan worden. En het is gewoon wat mij maakt en wie ik ben, dat is, ja, dat is sport. Mijn handicap is dat mijn oogzenuw is aangetast en daardoor komen de plaatjes van buitenaf, zeg maar, komen niet goed aan bij mijn hersenen, waardoor ik slecht zie. Nou, je kunt het vergelijken met dat ik door een soort van mistveld kijk. Alles is wazig en ik ervaar het zelf niet zo, omdat ik natuurlijk nooit beter heb geweten. Maar ik weet niet of ik het van mijn geboorte af aan al heb, want dat kunnen ze eigenlijk, dat weten de artsen ook niet. In groep 4 zijn we er dan dus achter gekomen dat we klachten kregen om op het bord te kijken. En nou ja, sindsdien is het elk jaar getest en is het elk jaar echt achteruit gegaan. En wat de toekomst is, dat weten ze eigenlijk ook niet, dus dat is ook afwachten. Het kan zijn dat ik over een jaar blind ben, maar het kan ook zijn dat het gewoon mijn hele leven lang zo blijft zoals het nu is. Reizen is natuurlijk wel lastiger als je het niet goed kan zien, maar daar verzin je allemaal trucjes voor. Als ik op een perron ben en ik moet weten van sta ik op het goede perron, dan of ik gebruik mijn monokijkertje, dat is een klein verrekijkertje waar je met één oog door kunt kijken en dan nou ja, kan je gewoon dat is een gewone verrekijker. Of ik maak met mijn mobiel maak ik er een foto van en dan zoom ik het in en dan kan ik het ook lezen. En mijn ogen die kijken gewoon iemand aan als iemand praat en. Ja, het is niet zo dat je het echt aan me ziet. Nee, je krijgt er natuurlijk wel eens rare reacties op, maar ja, dat moet je gewoon negeren. Ik ben ook een gewone jongen die gewoon alles in principe kan doen. Toen ik 8 was, toen heb ik een mountainbike gekregen. Toen zag ik nog wel genoeg om daarop te fietsen. Nou ja, op een gegeven moment wou ik meer en toen wou ik harder fietsen en dat lukte niet meer vanwege mijn zicht. En toen zijn mijn vader en ik gaan zoeken op het internet. En toen kwamen we bij Jan Mulder uit, dat is een oud wereld- en olympisch kampioen op de tandem. En die heeft ons geholpen aan onze eerste race tandem. En daar heb ik met mijn vader eerst 2 jaar lang toertocht op gereden en gewoon af en toe gefietst op zondagmiddag. Ik wou eigenlijk ook wel wedstrijden fietsen zoals de grote naam ook altijd doen. En toen kwamen we op het idee om eind 2012 naar de Paralympische Talentendag te gaan in Amsterdam. En daar pikte de bondscoach mij eruit. Mijn eerste training was met Patrick Bos en die zei ook gelijk van dit is wel wat. Nou, die reed op dat moment nog met René Oost, dus daar kon ik toen nog geen wedstrijden meer rijden. En toen kwam Teun Mulder bij het aangepast wielrennen en toen vroegen ze mij om een keer met Teun te gaan trainen. En toen heb ik dat een keer geprobeerd en Teun zag het wel zitten en ik zag het wel zitten. En dat maakt nu dat ik de stap heb gemaakt echt helemaal naar de baan, dat ik me helemaal ga focussen op de kilometer. Eind 2012 sprak ik Ilke van der Wal op het sportgala. En hij zei toen gekscherend tegen mij, is het niet wat voor jou dat tandem rijden? En toen heb ik even serieus over nagedacht en de keuze gemaakt om het te doen. En ik ben er heel blij mee, het is echt een teamprestatie. Iets wat ik heel leuk vind. Een goede combinatie maakt eigenlijk dat je dat Tristan mijn cadans aan kan en ik de zijne. Dat je elkaar dus niet tegenwerkt. Het is belangrijk dat je in hetzelfde ritme kan trappen en dat je ook allebei het verzet goed rond kan krijgen. We zijn er nu al achter dat Teun en ik het ideale koppel zijn voor de kilometer en dat wij het samen waar moeten gaan maken. De samenwerking dus voor ons is eigenlijk met name voor de wedstrijd. Dat is een kilometer tijd, dat is gewoon vanaf de start echt volle bak rammen. Van de start tot de laatste ronde is eigenlijk geen tactiek, alleen maar hard trappen. Maar bijvoorbeeld met een sprinttoernooi heb je natuurlijk wel te maken met tactiek. We spreken van tevoren. En soms ook op de fiets, dat je elkaar met een geluidssignaal even waarschuwt dat de tegenstander aanvalt. En dat gaat tot nu toe heel goed. De klik tussen mij en Teun is buiten de baan, ja, is ook prima. We in het hotel hebben veel lol, we hebben wel een beetje dezelfde humor en we kunnen veel lachen samen, dus dat is ook heel belangrijk. Ik denk dat ik binnen het aangepast wielrennen wereldwijd echt bijna de jongste ben. Afgelopen WK was ik de jongste deelnemer, dus ik heb nog heel veel toekomst denk ik. Ik denk dat ik nog heel veel kan groeien en sterker kan worden. Ik denk
dat wij als Paralympische sporters net zoveel moeten doen als de gewone de Olympische sporters. Het niveau bij ons is ook echt heel hoog. Dus als wij er niet volledig voor leven, niet 7 dagen per week trainen, dan komen wij er ook niet en dan gaan wij ook geen goud winnen in Rio. Met het accepteren van mijn handicap heeft sport denk ik wel echt geholpen. Toen ik een beetje in de puberteit kwam, toen kreeg ik wel echt last om mijn handicap te accepteren. En eind 2012 kwam ik dan in aanraking met de wedstrijdsport tendermuurrennen. En dat heeft wel echt voor gezorgd dat ik een echte uitlaatklep had om mijn verdriet en mijn emoties in kwijt te kunnen, zeg maar. Je kan alles loslaten en je hoeft eigenlijk in principe nergens over na te denken. Je hoeft alleen maar te trappen en energie te leveren. Dat is met het baanwielrennen ook zo. Ja, je bent rondjes aan het fietsen en verder hoef je eigenlijk helemaal niks te doen. Dus dat is heel ontspannen. Spelers hebben mij geslaagd als we daar een medaille hebben gewonnen. En ons hoofddoel is natuurlijk wel om daar goud te winnen.